Die diversiteit is voor ons zo belangrijk, omdat we met die groentesoorten eigenlijk een aantal retailers kunnen bedienen. Ja, we hebben ook voor deze rotatie gekozen eigenlijk, omdat we onze bodem zo eigenlijk gezond houden. Dus we hebben een ruime vruchtwisseling, zodat we bijvoorbeeld de vlinderbloemige, zoals een Chinese kool of de koolsoorten, die wisselen we af met granen, met mais, met aardappelen. Zodat we eigenlijk ieder jaar verse grond hebben, in ieder geval waar minimaal 5 of 6 jaar dezelfde teel niet gestaan heeft. Ja, zoals gezegd, wij doen veel gronden ruilen met veehouders. Daar wordt bijvoorbeeld een veehouder hier een dorp verder, daar doen we dan grond mee ruilen. Dat doen wij bijvoorbeeld Chinese kool of een bloemkool telen. In een perceel waar al meerdere jaren gewoon weiland is voor die melkveehouder. En voor andersom, die mensen, die veehouder zelf, die teelt dan bij ons de mais. En zo houden we eigenlijk beide een win-win situatie over, zodat hij verse grond voor die mais heeft. En andersom, wij hebben verse grond voor groenten te kunnen produceren.